Nee, niet gezien. Start is gevallen en het is Malala Boko die de leiding gaat nemen. Aan de buitenkant Handi Alde Sinti en daarnaast in het derde spoor Love Is All. Vierde plaats daarachter is voor Atlanta, die dus gewoon in het midden van het tweede gelid begon. Dat kwam heel mooi uit en hij ligt er nu ook heel mooi in. Zo gaat de paarden de bocht door en Handi Alde Sinti maakt daar een schijnbeweging en een fout. En springt weg, gaat voor Atlanta naar buiten. En we wachten even op het comité. Uitgeschakeld nummer 5, nummer 5 galop. Uitgeschakeld nummer 7, nummer 7 galop. En die haalt er gelijk 2 uit en daar komt Atlanta aan de buitenkant naar voren. Malala Boko leidt, Atlanta aan de buitenkant komt op. En Rote Katter heeft het gezien en laat het ook gebeuren. Daarachter 16-8, de opening ligt op plaats 3, Love Is All. Vierde plaats daarachter is dan voor Lady Day, die vandaag prima op de been is gebracht. En daarachter volgt het nummer 11 van Clarissa Velten. Daarachter op de volgende plek, daarachter is het Let It Be Petnik met Frank Westerveld. Die gaat nu naar het tweede spoor, Let It Be Petnik. Gaat alvast een vroege aanval plaatsen, terwijl de leiding is overgenomen door Atlanta. Atlanta komt als eerste in de rechte lijn voor de tribune. Malala Boko ligt tweede en de derde plek zal heel snel voor Let It Be Petnik zijn. Die gaat op dit moment voorbij aan het paard dat derde lag en dat is Love Is All. Paard in de rechte lijn voor de tribune en Kooijman heeft hem al gezien. En schat eens even in wat de kansen zijn om hem tegen te houden met Atlanta. Tussentijd 19-1. Houdt nog altijd die ruime lengte voorsprong en Atlanta leidt. Atlanta, Malala Boko, buitenkant daarnaast Let It Be Petnik. Dan aan de buitenkant Clarissa Velta, aan de binnenkant Love Is All, dan Lady Day. En daarachter is weer aangesloten naar een startfout I Am Special. Zo gaan de paarden de bocht door. De rechterbocht, de Z-turf bocht. En nu komt hij aan de buitenkant ietsje dichterbij. Let It Be Petnik. Probeert de druk te krijgen op Atlanta. Maar Atlanta laat hem niet echt in de buurt komen. Lengteverschil nog altijd in het voordeel van Kooijman. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde weer in. Atlanta leidt en Kooijman maakt Atlanta nu nog even wakker. En pakt gelijk anderhalve lengte voorsprong. Buitenkant Let It Be Petnik. Aan de binnenkant houdt Rote Katten de zuinige relingzijde. Met Malala Boko 15-8 tussentijd. En naar het derde spoor gaat nu Clarissa Velten. Paard op weg naar de laatste bocht. Atlanta leidt. Atlanta, Malala Boko op de rug. En Malala Boko wil binnendoor bij de koploper. Doet daar ook een kleine poging, maar er is blijkbaar geen ruimte. Want de Rote Katten gaat weer terug. En zo zijn we halverwege de Tjaarda-bocht. Naar het vierde spoor gaat nu Lady Day. Paarden ronden de laatste bocht. Kooijman ziet allemaal paarden aan zijn buitenzijde dichterbij komen. Maar zelf heeft hij nog wel altijd die lengte voorsprong. Het is Atlanta die leidt. Malala Boko gaat nu de versnelling inzetten. Helemaal aan de buitenkant komt er een Lady Day. Lady Day aan de buitenkant. Atlanta aan de binnenkant. Malala Boko in het midden. Die drie paarden, allemaal voor de winst aan de binnenkant Atlanta. Malala Boko in het midden neemt nu over. Malala Boko en Lady Day. Niks te kiezen tussen deze beiden. Derde in elk geval Atlanta. 16-8 voor de winnaar. En weer een finishfoto.